Dit was de gelukwens van de minister-president. Ja, en dan bent u inmiddels rechtstreeks verbonden met Den Haag, waar u zo gaat kijken naar een verslag van het Koninginnedagprogramma 1984 in aanwezigheid van de koninklijke familie. Koningin Beatrix heeft deze maal Den Haag uitgekozen om de verjaardag van haar moeder, die vandaag 75 jaar is geworden, te vieren. Hoe ziet het programma er van vandaag uit? Het bestaat uit een concert in de Grote Kerk. Daarna volgt een korte rijtour. En vervolgens zal de Haagse Comedie een voorstelling geven in de Koninklijke Stad Schouwburg. Dan gaat de koninklijke familie naar de Haagse kermis. En tenslotte brengt ze een bezoek aan het oude Haagse stadhuis, waar een manifestatie plaatsvindt van Scheveningen, Loosduinen en Kijkduin. Het is hier een prachtige dag. Laten we hopen dat het zo blijft, ook verder in het land. Het programma zal tot ongeveer 1 uur duren. In ieder geval zal de NOS rond de klok van 1 uur deze reportage beëindigen. Uw commentator voor vandaag is Hans Zoet. Hartelijk welkom, u allen hier in Den Haag. Vanuit mijn redelijk goed verwarmde commentaarpositie in het stadhuis denk ik even aan mevrouw van der Swan uit Scheveningen. Ze is 82 en ze zit hier beneden op straat in de schaduw op een klein houten stoeltje. Helemaal verstrikt in Scheveningse visnetten, want ze is 50 jaar nettenpoetster geweest. En ze zat al om 9 uur hier in de schaduw van het gebouw te kleumen, mag ik rustig zeggen. Omdat misschien met een heel klein beetje geluk ze rond 1 uur vanmiddag een glimpje op zal vangen van de koningin en haar gevolg die hier dan langs zullen komen. Ik hoop dat ze het uithoudt, die komende uren. Voor ons zal dat minder moeilijk zijn. We hebben de koningin zelfs al zien aankomen. Die is op dit ogenblik in ditzelfde gebouw. Werd verwelkomd door de commissaris van de koningin voor de provincie Zuid-Holland, meester Maarten Vrolijk, de burgemeester hier van Den Haag, burgemeester Scholz. En ook door de hoofdcommissaris van de politie, Brand. Hij had 9 gemotoriseerde agenten gestuurd om de koningin vanaf Huis ten Bosch hier naartoe te brengen en te begeleiden. En dan was er ook nog een man van wie het bestaan ik helemaal niet afwist, maar hij schijnt belangrijk te zijn. De militair gouverneur der residentie, de generaal-majoor Van Lier. Een hele oude traditie maakt dat er militair gouverneur is van Den Haag. Ze zullen straks met z'n allen, en als ik zeg met z'n allen, dan bedoel ik ook een heel groot gevolg van de koningin, hier het stadhuis verlaten en de straat oversteken naar de Grote Kerk. Aanwezig zijn buiten koningin Beatrix en prins Klaus, prinses Juliana, prins Bernhard, prins Willem-Alexander, prins Johan Frieso en prins Constantijn, prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven met de 4 zoons en ook prinses Christina en haar echtgenoot Jorge Guillermo. En naast die twee zijn ook Bernardo en Nicola aanwezig, hun zoons, dochtertje Juliaantje, wordt later aan het gezelschap toegevoegd wanneer ze de kermis gaan bezoeken. Stadhuis van Den Haag met daarop het Haagse gemeentewapen. U kent hem, de ooievaar. Ze zeggen hier in Den Haag een beetje oneerbiedig. Het lijkt op een hagenaar, dat dier in het stadswapen. Een beetje hoog op de poten, kaal in de veren en een grote bek. Niet zo complimenteus misschien, maar toch wel vriendelijk bedoeld, want die ooievaar is in meer dan één opzicht het zinnenbeeld van de stad. Hij staat ook te prijken bovenop die kerk waar het gezelschap straks binnen zal gaan. Naast mij, hier op de commentaarpositie, zit Annelien Grote. Zij is al jarenlang bezig met de koninklijke verslaggeving en ze is ook geboren en getogen Haagse en zal mij daar bijstaan waar dat nodig is, vooral als het gaat om het herkennen van alle prinsen, want dat is een ongekend aantal vandaag. Voor de zwart-witkijkers, de koningin is in het kobaltblauw en ook haar moeder is in het blauw. U weet dat vandaag wordt gevierd de verjaardag van prinses Juliana en dat gebeurt eigenlijk weer voor het eerst in het openbaar met prinses Juliana erbij sinds 1980. Een hommage aan haar moeder. Prinses Beatrix heeft voor dit bezoek aan Den Haag gekozen. Die loopt hier nu samen met burgemeester Scholz langs de splinternieuwe dranghekken
Wij waren gisteravond verbijsterd over 4 kilometer dranghek die hierop is gesteld en die eruit ziet alsof ze van zilver zijn. Den Haag heeft ze voor deze gelegenheid kennelijk aangeschaft. Er zijn 58 man van de NOS bezig om deze beelden voor u in de huiskamer te brengen. 14 camera's, 10 wagens grote reportagetrein. Er is 500 man Haagse politie op de been en nog 40 vrijwilligers. In de kerk straks een concert. De kerk heeft een hele grote historie. Die werd aanvankelijk gebouwd voor de werklieden van graaf Willem II. Denk dan aan het jaar 1275. Er is van het oorspronkelijke gebouw niet zo heel erg veel meer over. In het gebouw hangen de schilden van het Gulden Vlies. Dat hebben we te danken aan Philips van Bourgondië. Dan praten we alweer over 1450. Het publiek stond hier al heel vroeg vanochtend om een plaatsje langs de route te krijgen. Er is ook een tribune gebouwd hier aan de overkant van de straat. Die mensen zaten er nog vroeger, maar die hadden we dan ook voor betaald. En in de kerk is een ongeveer 1100 plaatsen aan Hagenaars verkocht. Voor het bedrag van 7,50 kunt u hier, kon u, want het is inmiddels geheel uitverkocht, getuigen zijn van dat concert in aanwezigheid van prinses Juliana, koningin Beatrix en het koninklijk gevolg. De kosteres van de grote kerk heeft zelfs gisteren nog tot 3 keer toe het gebouw helemaal geschrobd en schoongemaakt. Omdat ze erg bang was dat wij, NOS, maar ook al die anderen die daar in die kerk bezig zijn geweest, toch nog sporen hadden achtergelaten. Maar het zit er nu werkelijk om de ringetje te halen uit. Dat zijn alle prinsen. Die zult u straks uitvoerig kunnen bekijken als we kermis gaan vieren in Den Haag. De kermis die was gisteren al open. Hele grote, buitengewoon gezellige kermis waar het gezelschap na het bezoek aan de Schouwburg ook echt kermis zal gaan vieren met de Hagenaars. Dat is die grote toren waarvan men zegt dat het de enige of wel haast enige zeskante toren in Nederland is. Van de Sint-Jacobskerk. Daarboven het carillon dat vanochtend al schitterend heeft weer klonken bespeeld door de stadspijadierster Helene van der Weel. Er was ook nog een kleine ontmoeting in het halletje van de Assen-Delft-kapel, waar de koningin naar binnen ging, met de heer Geertsema. Die is namelijk voorzitter van het stichtingsbestuur van de Grote Kerk. U herinnert hem nog als commissaris van de koningin in de provincie Gelderland, waar de koninklijke verjaardag vorig jaar is gevierd. Men heeft afgezien van een bezoek in de provincie, zoals dat toen gebruikelijk was. U herinnert zich 81 Veren en Breda. U herinnert zich in 1982 Harlingen en Zuid-Laren en in 1983 Lochem en Vaassen. Nu is het Den Haag. Dat is omdat dit toch eigenlijk de residentie van Nederland de plaats is waar prinses Juliana graag het 75-jarige feest wilde vieren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de stoet zou vertrekken vanaf Noordeinde, Paleis-Noordeinde, maar dat is nog niet klaar. De verbouwing die vele tientallen miljoenen guldens heeft gekost, die blijkt wat uit de hand te lopen, wordt ook wat duurder en duurt ook wat langer. Men hoopt wel dat straks in september de stoet met Prinsjesdag daar wel weer kan vertrekken, maar dat was nu niet mogelijk.
in deze kerk een hele rijke historie heeft, is op 7 februari 1901 het huwelijk van koningin Wilhelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg voltrokken. En op 10 januari 1929 in dezezelfde kerk, herdenking van de koninklijke familie, de koningin moeder Emma 50 jaar geleden voor het eerst voet op Nederlandse bodem zette. 7 januari 1937 het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard van Liebig-Biesterfeld. En op 12 maart 1938 de doop van prinses Beatrix. Moest duren tot 10 januari 1967. Tot er weer een groot huwelijk plaatsvond. Oranje huwelijk, dat was het huwelijk van Margriet met meester Pieter van Vollenhoven. En tenslotte op 2 september 1967 vond hier ook de doop van prins Willem-Alexander plaats. U zult straks een uitvoering horen van de ouverture Leonore van Beethoven. Dit is het residentieorkest.